Nu, gedurende de periode dat de kinderen bij jou zijn, hè, tijdens die crisisopvang, is er dan contact met de ouders? Ja. Ja, dat wordt met ons ook een beetje besproken en afhankelijk van de situatie, hoe het gaat. Soms komen ze bij ons in het gezinnetje op bezoek. Mm-hmm. Lekker een uurtje in de zetel zitten of twee uurtjes. Het kan ook wel eens gebeuren dat het één keer in de 14 dagen is. Een uurtje dan of twee uurtjes. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat het niet bij ons thuis kan doorgaan. Dat het soms ook wel gevaarlijke situaties zijn. Dat de ouders beter niet in ons gezin komen. En dan wordt er op neutraal gebied afgesproken dat wij met het pleegkindje daar naartoe gaan. Het lijkt me ook niet makkelijk, hè? Zowel voor jou niet, maar ik denk ook voor die ouders kan het moeilijk zijn. Hè? Ja, absoluut. Hè? Ja. Ja, heb je daar al reactie van gehad? Van de mama of de papa die het gevoel hebben van jij neemt mijn kind van ons af? Ja, de allereerste keer. En toen had ik ook nog zoiets van, kijk, ik wil dit doen voor kindjes, maar ik heb echt geen zin om ouders te helpen. Ik had zoiets van, die hebben er zelf voor gekozen. Ik zal die kindjes wel helpen. Totdat de eerste keer de mama bij mij binnenkomt. En dat was onder politiebegeleiding. En die mama zou mij doodgeschoten hebben met ogen. Die wou dat echt niet. Die had zoiets... boos was dat jij haar kinderen... Ja, ze had echt het gevoel van, jij pakt mijn kindje af en ik wil dat hier echt niet. En ik zag die mama en opeens had ik het gevoel van, oh, teken toch, dat moet waar zijn, uw kind afgeven. Opeens kon ik zo mij toch in haar schoenen zetten. En ik zei tegen haar, ik zeg, oh mama, ik ga je kindje niet afpakken. Ik zeg, we gaan dat hier samen doen. Hè. Jij moet keihard werken dat jij terug heel snel voor je kleintje kan zorgen. Ik zeg, ik ga je daar alleen maar bij helpen. Hè. En bij wijze van spreken had hij haar kindje laten vallen en die pakte mij vast. En dat eerste contact was er en dat zat goed. Ik denk, we moeten veel hebben van het eerste contact met de ouders. Die kunnen geruststellen van, kijk, we doen dat samen. Hè. We gaan er samen aan werken. Hè. Ja, allemaal toch wel best wel zwaar voor jou ook. Hè. Heb jij een beetje hulp van buitenaf? Of waar ventileer jij al? Ja, ik heb mijn vriendin, mijn beste vriendin, heb ik keihard nodig. Ja. Ik moet mijn verhaaltjes kunnen vertellen. Mijn zusje ook. Ja. We bellen heel veel met elkaar. Ja, ik moet het echt wel eens kunnen vertellen. Maar worden jullie ook een beetje ondersteund van buitenaf, bedoel ik dan? Pleegzorg steunt ons zeker. Hè. Ik weet heel goed dat ik daar terecht kan. Hè. Als ik het moeilijk heb, dan moet ik mijn telefoon maar pakken en zeggen van kijk dit of en dat. En ze komen helpen. Ja. Want Nan, het is een feit. Er zijn te weinig pleegouders. Hè. Heb jij een idee waarom toch weinig mensen dit doen? Oh ja, het vraagt inderdaad wel van uw gezinnetje. En ik denk, die eerste stap is soms toch moeilijk. Het loopt allemaal vlotter dan je denkt. En ik denk, in het begin houdt dat toch tegen van, ik ga geen tijd meer hebben, het slorpt heel mijn gezin op. Maar uiteindelijk draait het gewoon allemaal mee. Dus eigenlijk wil je toch wel een klein beetje tegen de mensen zeggen van doe het valt geweldig goed mee. Absoluut. En je krijgt er misschien ook wel veel voor terug. Je krijgt er heel veel voor terug. Hè. Het gevoel in je hart, hè, zo van, kijk, we weten allemaal dat er veel kindjes zijn die het toch moeilijker hebben, maar ze zo even die een time-out geven, oh, het doet zo goed voor onszelf, van, we hebben het toch maar gedaan. Ja. Het geeft echt een eerlijk gevoel, ja.